En zing maar mee. Ja, daar ging je maar gewoon mee doen. Ik hoor jullie zo graag zingen. Ja, dat is ook een hele mooie. Ja. Ik hoor jullie zo graag zingen, want ik wil eigenlijk helemaal niet zingen. Hij heeft al 2 hints gegeven. Dat was natuurlijk die cobra, dat hij daar staat. Oh, dat is natuurlijk ook geen hint. En voor deze slang hoef je niet bang te zijn. En jong geleerd is oud gedaan, dat was het ook alweer. Je bent nooit te oud om te leren. Dat klopt allemaal. Jordi Bouw, je bent nog steeds niet gevonden. Jawel. Je bent toch gevonden? 2 winnaars bij me staan. 2 winnaars. Ik heb met ze afgesproken. Je bent toch gevonden alleen... ook? Ja. 2 winnaars. 2 winnaars zelfs. Dus dat wordt ruzie straks wie die mand krijgt. Ik heb met ze afgesproken. Wie het blijst is, die krijgt het meeste in die mand. Dus we gaan even een testje doen. Naast me staat Charmaine. Hoe blij ben jij met deze zomermand? Echt super blij. Ik begon thuis. Ik wist thuis al gelijk waar het was. Is dat alles wat je kunt laten horen? Hoe blij ben je? Ja, ik ben echt super blij. Nou, dan gaan we bij de volgende. Hoe blij ben jij met de zomermand, Daniel? Heel erg blij. Echt heel, heel, heel erg blij. Hoe blij? Heel blij. Oké, nou jongens, ik denk dat... dat is lastig. Ik denk dat Daniel het meeste krijgt. Maar heb je al gekeken wat er in de zomermand zit, Daniel? Ja. Wat zit er allemaal in? Allemaal lekker eten, drinken, koptelefoon en nog een mat of zo. En nog een soort van opblaasbare bal. Ja, dat klopt. En dus die koptelefoon wat je zei, hij is wel roze. Ja, die mag je mee hebben. Ja, wat zijn jullie van elkaar? Zijn jullie familie, vrienden? Familie. Oké, jullie zijn 8 en 11 jaar oud, als ik het goed heb begrepen. 9 jaar. En je zei het net al een klein beetje, je hebt me gevonden doordat hij jou bekend voorkwam. Hoe heb je dat gedaan? Heb je via de radio geluisterd, via televisie? Heb je wat op Facebook gezien? We keken op Facebook en toen zagen we deze vraag. En toen wist ik al gelijk waar het was. En waar zijn we dan? We zijn bij de Cobra. Ja, het buurtcentrum Coba in Almere tussen de Vaarten. Hoe ben je hier bekend? Ik heb hier vroeger op dansen gezeten. En ja, dat is toen weggegaan. En nu zit het daar ergens. Ja, verderop. Oké, dat is nu niet hier? Nee. En hoe is het voor jou bekend, Daniel? Omdat ik altijd met haar meeging naar dansen. Ik moest altijd gewoon wachten, dus toen weet ik het ook. Oké, heel makkelijk dus eigenlijk. Ja. Ga je nog op vakantie of moet je volgende week alweer beginnen? Ik moet volgende week alweer beginnen. Weer een beetje zin om naar school te gaan? Nee. En jij wel? Ja, ik heb er wel zin in. Oké, dat is dus het verschil tussen zus en broer. En ze zijn dus samen de winnaar van de zomermand van vandaag bij het spelletje Waar Ben Ik? Dat is hem. Er zitten weer dingetjes in en die zijn fantastisch hoor. Strandmatje, koptelefoon, strandbal. Nou, we hebben het allemaal gehoord en ze mogen hem samen verdelen. Ja, en wie het meeste krijgt? Ik vind Daniel, maar goed, dat moeten ze maar zelf uitzoeken. Vinden jullie niet? Ik laat het lekker aan jou over, Jordi. Wat vind je daarvan?